Okay. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Hallo, mijn naam is Safna. En mijn naam is Geneva. En wij gaan bezoekers vragen wat hun lievelingsdier is. En wij zijn hier vandaag op het Bijlmerweide. Hier gaan we dan. Wat is uw lievelingsdier? Paard. En waarom vindt u de paard zo leuk? Omdat ik hem heel mooi vind en ook wel een beetje eng, maar en lief en interessant. Wat vindt u eng aan een paard? Omdat hij zo groot is en sterk. Maar waarom is het dan uw lievelingsdier? Goeie vraag. Ja, omdat ik het toch een heel indrukwekkend mooi dier vind. Maar ik wil graag weten als u ook dieren thuis heeft. Even, wat heeft u dan? Tegenovergesteld, ik heb 2 chihuahuas thuis. Chihuahuas? Ik ben dol op ze. Ja, maar ik wil 1 ding vragen en ik denk dat u een beetje nieuwsgierig gaat vinden. Maar u baat ze toch wel, of niet? U baat ze toch? Of wel? Nee, ik ze niet. Oh. Nee. Dat zijn minder, hè? Maar zijn er van u wel wit of zo? Nee. Gewoon bruin? Bruin. Ja. Dank u wel en dat was alles wat we wilden vragen. Nou, heel fijn gedaan. Ik vond het heel goed. 2 hele wijze meisjes, goede interviewsters en een prima cameraman. Wat jullie hier zien is een wezel. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Op de Bijlmerweide en we gaan een paar mensen vragen wat ze ervan vinden. Hoe vaak wilt u werken? Ik wil proberen maar 2 keer in de week te gaan doen als ik vrij ben op mijn werk. Ik werk in wisseldiensten. Als ik dan 2 vrij ben, dan wil ik hier nog een paar uur komen werken in de week. Waarom vindt u het leuk om vrijwilligers te doen zonder betaald te worden? Omdat ik gek ben op dieren en ik werk al, dus ik krijg geld. Dus dat is het probleem niet. Ik wil gewoon dat dieren het ook goed hebben, net als wij. Vandaar dat ik het wil helpen. En ik vind kinderen ook heel leuk en die komen hier ook al. Dus die kunnen misschien ook een bijdrage aan leveren. Maar ik wil liefst iets met de fretjes, want die zijn voor ons geweest. Die hebben wij gisteren hier gebracht. Wat is je lievelingsdier? Mijn lievelingsdier is een paard. Maar die hebben ze hier niet. Dankjewel. Hoi, ik ben Caleb. En ik ben Sarik. Zoals jullie zien is dit hier de kinderboerderij. Speeltuin, je hebt voor alles en nog wat. Dus geniet er maar van. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it, 'cause I can't. Ik ben Geneva en ik wil u vragen wat uw lievelingsdier is hier op de boerderij. Of welk uw gewone lievelingsdier is? Mijn lievelingsdier. Hier zijn paarden. Zijn paarden? Ja, ik heb zelf ook paarden thuis. Echt waar? Ja. En poezen. Echt waar? Ja. Waarom is dat uw lievelingsdier? Omdat ik jaren paard heb gereden.
En ik vind ze heel lief om te knuffelen ook, hè? Oké, nou bedankt. Ja, was het goed zo? Ja. En dag mevrouw, en dankjewel dat we u mochten interviewen. Graag gedaan. Zoals jullie zien zijn wij hier vandaag bij de varkens. Jullie kunnen zien dat ze nu lekker aan het eten zijn. En ik wil ook wat zeggen. Jullie weten hoe varkens zijn. Ze knorren en ze springen graag in het moeder. Maar ook zijn ze vaak heel erg vies. En daar zijn heel veel drollen. Zoals jullie zien. En zo kunnen jullie zien dat het hier heel erg stinkt. Doei! Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone.